Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een shoplog. Ik heb namelijk echt super veel gekregen van Lofies, Naked en een heel erg leuk pakketje van Gooseberry waar ik echt super blij mee ben. Jullie zullen wel denken waar blijven de Sakintos vlogs, want er komen twee Sakintos vlogs aan. Maar die komen hierna online. Ik wilde eerst eventjes deze video online hebben. Dus hierna komen de Sakintos vlogs. Jullie kunnen daar twee vlogs van verwachten. Ik denk dat ik donderdag de eerste plaats... Of vrijdag. En dan misschien van het weekend of dan dinsdag deel 2. Zodat er wat extra video's komen. Dus misschien wel leuk. Maar in ieder geval vandaag heb ik dus voor jullie een shoplog. Ik heb ook voor jullie kortingscodes. Dus dat is ook heel erg leuk. En ik heb nog een ander heel erg leuk dingetje. Dus daar gaan jullie nu even naar kijken. Voordat ik deze video ga beginnen met alle nieuwe items die ik heb gekocht en heb gekregen. Wil ik jullie eerst even laten weten dat ik er ook weer super veel op mijn Vinted ga zetten. En dat er nog steeds wat dingetjes op staan. Veel mensen die weten wel dat ik echt super vaak gebruik maak van Vinted. Kondig ik ook altijd van tevoren aan dat ik een hele lading met nieuwe kleding op Vinted ga zetten. Net zoals deze keer. Voor de mensen die Vinted niet kennen, Vinted is gewoon een super makkelijke app. Ik zal hem er eventjes bij pakken. Kijk. Dit is de Vinted app. En hier kan je dus je kleding op verkopen. Kleding die je niet meer draagt. Kleding die je nog nooit hebt gedragen. Ik heb ook echt super veel kleding met kaartjes. Want er komt gewoon best wel veel kleding binnen. En ik kan gewoon niet altijd alles dragen. Het is gewoon super veel. En sommige dingen passen ook niet. Het kan je niet retour sturen. Dus dan zet ik het op Vinted. Dus er zitten echt ook nog hele nieuwe dingen bij. Dit is mijn account. Als je dan naar mijn account gaat... Staan er ook nog steeds dingetjes op. Ook deze schoen heb ik er laatst opgezet. Deze herfstjas. Dus daar komen binnenkort ook weer allemaal nieuwe dingetjes op. Want ik ga mijn kledingkast opruimen, uitzoeken. Heel veel dingen wegdoen. Ik heet op Vinted, heet ik Fleur Nijbakker. Het is echt super makkelijk om er dingetjes op te kopen en om zelf op te zetten. Het is echt een leuk extra zakcentje ook dat je ermee verdient. Dus echt een tip. Draag je kleding niet meer. Geef het gewoon een tweede leven. Zet het lekker op Vinted. Want je maakt er echt heel veel andere mensen blij mee. En ja, anders... Wat ga je er anders mee doen? Echt een tip. Ik zal mijn Vinted account in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie die altijd vinden. En hou mijn Instagram in de gaten. Want daar kondig ik altijd op aan. Wanneer ik een hele lading nieuwe kleding erop zet. Normaal doe ik het altijd al wanneer deze video online staat. Maar ik zal eventjes wachten met alles online te gooien. Wanneer deze video online staat. Zodat iedereen eerst kan volgen. En het in de gaten kan houden. En dan alles erop komt. Dat wil ik nog eventjes gezegd hebben. En dan gaan we nu door met de shoplog. Dat was dus een stukje voor Vinted. En dan gaan we nu beginnen met de shoplog. Ik ga denk ik beginnen met Lofies. Want ik heb van Lofies echt een mega grote doos gekregen. Echt niet normaal. Er zaten echt weer super veel leuke dingetjes in. Dus die ga ik mee beginnen om aan jullie te laten zien. En ook voor Lofies heb ik weer een kortingscode. Alle linkjes en zo zal ik ook eventjes in de beschrijving zetten. Met alle kortingscodes erbij. Voor alle duidelijkheid nog. Maar we gaan beginnen met Lofies. Om te beginnen heb ik bij Lofies deze hoed dus uitgekozen. En ik vind hoeden de laatste tijd echt onwijs leuk. Ik heb een maandje of anderhalf maand geleden heb ik mijn eerste hoed gekocht bij Old Habits. Die Hard, waar ik echt super blij mee ben. Ik wil ook echt eigenlijk nog wel een tweede voordat ik op vakantie ga. Maar goed, dat is een heel ander merk. Ik heb deze van Lofies uitgekozen. Hij is een beetje aan de grote kant, maar je kan hem hier aan de binnenkant kan je hem dus strakker trekken. Het is een beige hoed. Ik vind beige sowieso wel echt heel erg mooi. Als je wat bruiner bent en vooral in de zomer vind ik het heel erg mooi. Je kan er bijvoorbeeld ook nog zelf een kettingje omheen doen of een sjaaltje eromheen. Volgens mij was hij hier maar één maat van. En ik moet zeggen dat hij een beetje aan de grote kant is, maar het... Valt op zich nog wel mee. Ja, ik weet het. Ik vind hoeden gewoon echt heel erg leuk staan. Dan kan je outfit echt helemaal afmaken. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Dus deze. Volgens mij hebben ze deze ook nog in het zwart. Maar ja, ik heb de beige uitgekozen. Dus dat is die. Dan heb ik deze keer bij Lofies ook twee paar schoenen uitgekozen. En allereerst laarzen. Voor de mensen die mij volgen, kennen... Weet ik veel wat mijn Insta-foto's zien. Die weten dat ik echt helemaal fan ben de laatste tijd van cowboy laarzen. Hierboven staan een paar. En onder mij hier staan ook nog twee paar. En ik heb nu nog een zwart paar. Ik had dus nog geen zwarte cowboy laarzen. Helemaal zwart. Ik heb wel wit met zwart en een zebra printje. Maar ik had nog niet helemaal zwart. Dus die heb ik nu wel echt super blij mee. Ik moet zeggen, ze ruiken wel echt heel erg naar nepleer. Dus daar moet je eventjes doorheen. Want ik vind die geur echt heel erg naar. Maar ze zien er helemaal niet... Heel nep of weet ik veel wat uit. Ik vind ze echt heel erg leuk. Het is gewoon helemaal zwart. Soorten stiksels. Mooie hoge hak. En hier aan de binnenkant heeft hij een rit zitten. Deze heb ik in een maatje 36. En deze past gewoon perfect. Maat 36 is mijn eigen maat. Dus gewoon lekker je eigen maat hiervan nemen. Dus dat zijn deze cowboy laarzen van Lofies. En dan heb ik nog een paar hakken uitgekozen waar ik... Echt heel erg blij mee ben. Ik heb ze afgelopen weekend ook al aangehad met uitgaan. En ik moet zeggen, ze zitten echt best wel lekker.
Ik kon er echt best wel goed op lopen. Terwijl een jaar geleden kon ik echt niet op hakken lopen. Maar ik heb het een beetje geoefend. En deze lopen echt best wel top. Ik vind vooral de kleur echt heel erg gaaf. Jullie hebben ze op mijn Insta-story kunnen zien. Maar dit zijn ze. Ik ga ze er even uithalen. Kijk even hoe leuk het is. Echt. Ik vind het echt geweldig. Deze is een beetje een badstoffen stofje met een patroontje erop. Kijk, je ziet al een beetje dat ik hem heb gedragen. Dit is de onderkant. Ja, ik weet, ik ben hier echt heel blij mee. Ik vond ze ook echt super lekker zitten. Stonden leuk. En ik heb een groene tas. En dat is dus precies dezezelfde groene kleur. Dus daar matcht het ook echt heel erg leuk mee. Ja, hier ben ik echt heel erg blij mee. Deze heb ik in de maatje 36 ook en zit ook echt perfect. Ze hebben ze ook in het oranje. Dus ik twijfel of ik die misschien nog ga bestellen met mijn eigen kortingscode voor vakantie. Dat is wel heel erg leuk voor het uitgaan of zo met die meiden. Dus dat zijn deze hakjes. Echt super schattig. Dan om in het groene kleurtje te blijven een leuke top. Deze heb ik ook in het zwart. Die zit alleen in de was, want die had ik dus afgelopen weekend uitgaan aan met uitgaan met die hakken. Dus die zit in de was. Maar deze heb ik dus ook in het zwart. Maar ik heb hier dus een hele mooie groene corset top. Echt super mooi. Ik heb deze in de maatje XS en deze zit echt perfect. En hij heeft hier ook zo'n rubberen bandje zitten, waardoor hij dus niet afzakt. Wat ik echt top vind. En wat ik echt top vind bij deze, is dat hij een rits heeft van boven naar beneden. Je hebt heel vaak met dit soort topjes dat er dan hier aan de zijkant een rits zit tot hier. En dan ja, dat krijg je gewoon met geen mogelijkheid aan of uit. Als het zit, dan zit het wel mooi, maar het is gewoon echt niet te doen. En dit is gewoon zo top, zo'n rits. Kan je hem gewoon helemaal open en dicht ritsen. Ja, ik vind het echt geweldig. Deze heb ik dus in een maatje XS. En ook hiervan zal ik weer een linkje in de beschrijving zetten. Echt een heel erg mooi kleurtje. Op camera lijkt hij iets meer blauw. In het echt is het wel echt meer groen. Deze groene top van Loos vind ik ook echt heel erg leuk. Ik heb hem dus ook in het zwart. Dit heb ik van de week aan. Die vind ik ook heel erg leuk. Dit is hoe die aan de achterkant zit. En hij zakt dus ook niet af door dat plakrandje. Wat echt heel erg chill is. Dan dit hele mooie zwarte jurkje. Die heb je ook op mijn Instagram story kunnen zien. Ik zal mijn Instagram er wel eventjes bij zetten. Dan kan je daar alles een beetje in de gaten houden. Maar dit vind ik ook echt een heel erg mooi jurkje. Vooral die voorkant. Omdat hij dus zo gek loopt. Vind ik dat eigenlijk wel heel erg gaaf. Verder is het gewoon een heel simpel strak zwart jurkje. En deze heb ik ook in een XS volgens mij. Oh, in een S heb ik deze. In een S. En deze zit echt perfect. Die bandjes zijn wel wat aan de lange kant voor mij. Dus misschien was qua dat een XS beter geweest. Maar qua lengte is de S wel heel erg top. Dus dat is die. Dan een bikini. En ik ben natuurlijk net terug van vakantie. Dus het is net iets te laat voor deze vakantie. Maar in augustus ga ik met die meiden nog een keer op vakantie. Echt super veel zin in. Dus dan kan die zeker mee. Het is een triangel bikini met van die roesjes aan de zijkant. En een soort bloemetjes erop. Echt heel erg leuk. Ik had deze bikini van Lovis dus vorig jaar in het blauw met rood en roze was dat volgens mij. Maar nu zit er dus ook groen in. En ik vind groen echt heel erg leuk. Echt een leuke bikini. Ik vind het ook mooi dit detail dat ze hier zo'n wedeltje hebben. Echt heel erg leuk. Ik heb het topje in een XS. Die ziet er al best wel groot uit. Ik ben blij dat ik een XS heb genomen. Ook echt een heel erg mooi broekje. Dat is deze. Ook weer met van die roesjes. Vaak zit deze broekjes zit altijd wel heel erg mooi. Ook met van die touwtjes kan je hem zelf strakker en losser maken. Vind ik wel heel erg chill. En ook deze heb ik weer in een XS. Ik ga hier geen aanbeelden van doen verder. Maar ja, je weet wel een beetje hoe een bikini zit. Het gaat gewoon meer om het printje. Heel erg leuk. Zoals die. Dan heb ik hier een topje die een beetje lastig te laten zien is misschien. Maar deze had ik dus ook weer aan op mijn Insta story. En die zit dus zo. Zometeen de aanbeelden zie je het wel wat beter. Maar het is dus een oranje kleurtje. En ik moet zeggen, deze zat echt heel erg mooi. Ik had hier verder ook geen BH onder of iets. En het zat gewoon echt allemaal heel stevig en goed. De kwaliteit voelt ook echt heel chill aan. Deze heb ik in een maatje XS. En die heb ik ook nog in een ander kleurtje uitgekozen. Omdat ik dat model dus zo leuk vond. En dat is in het wit. Dat leek me ook wel echt heel erg mooi voor de zomer. Lekker op vakantie met een leuk broekje eronder. Of een leuk rokje. En dan dat topje in het wit. En deze heb ik denk ik ook weer in een XS. Ja, echt heel erg leuk. En je kan hem dus zo... Het is dus de bedoeling dat je hem dus zo kruist. En dat je hem dus zo draagt. Ja, ik vind het... Helemaal leuk. Zoals die. Deze top in het oranje. Ik heb er verder nu geen BH onder. Volgens mij schijnt hij ook niet door. En aan de achterkant zit hij dus ook zo gekruist. Net als aan de voorkant. Heel erg leuk. Echt een leuk zomerkleurtje ook. En diezelfde ook in het wit. Ook nu draag ik weer geen BH eronder. Volgens mij schijnt het ook niet door, denk ik.
Dus dat is dezelfde, maar dan in het wit. Dan heb ik nog iets in het oranje. En ik vind oranje echt een leuke kleur in de zomer. Dit is een pakje. In ook weer dus een oranje kleur. In een maatje XS. En daar zit dus een bandeau top bij. Of er, ja, het setje bestaat uit een bandeau top. Heel erg leuk. En die touwtjes kan je dan nog naar je nek doen. Kan je nog in je nek vastmaken. Ik hoop dat die past. Want dit oppervlak ziet er best wel klein uit. Maar ik denk dat het wel goed moet komen. En daar hoort dus een broek bij. Die heb ik ook. Dat is volgens mij een beetje zo'n losse flare broek. Oh, heel leuk. Deze heb ik ook in een maatje XS. Een lekkere, lange, wijde, flowy broek. Ik zie wel dat hij een beetje doorschijnt. Dus ik hoop dat je dat niet ziet als je hem verder aan hebt. Hij zal weer veel te lang zijn. Want ik heb altijd mijn broeken dat het te lang is. Echt zo'n heel erg lekker stofje. Ik ben ook heel benieuwd hoe dit staat als setje. Dus dat is die. Allebei in een XS. Dit is de oranje Lovi set. De broek is wel echt veel en veel te lang. Ik weet niet of je dat zag. En hij schijnt ook best wel door. Ik weet niet of je dat aan de achterkant ook ziet. Maar aan de voorkant schijnt hij wel erg door. Ik heb er gewoon nu een soort schien onderaan. Topje vind ik wel ook echt heel erg leuk. Ik vind het wel een heel erg leuk setje voor op vakantie of zo. Maar hij is wel een beetje klein. Want als ik die touwtjes zo doe. Echt een beetje zo'n underboob. Dus ik laat hem gewoon zo hangen. En op zich kan dat ook wel. Je hoeft hem natuurlijk niet per se vast te maken. Je kan hem ook gewoon zo dragen. Dus dat is dit setje. En als laatste van Lovi is een zwart topje. Daar kan je eigenlijk nooit echt mee fout gaan. En deze vind ik ook wel heel erg leuk. Ik moet even kijken hoe die zit hoor. Waar het hoofd is. Oh hier. Kijk, dan doe je hem dus zo aan. Zo. En dan kruis je hem dus op je rug. En op je rug heb je dus een hele blote open rug. Vind ik echt heel erg leuk. Ook, ik weet niet, ik vind het gewoon heel erg mooi als je zo'n bruine getende rug hebt. En dan zo'n open rug als topje. Vind ik echt heel erg mooi altijd. En deze heb ik in een XS. Dit topje vind ik ook heel erg leuk. Ik vind vooral die rug ook heel erg mooi dat die zo open loopt. En verder aan de voorkant is het gewoon een heel simpel topje. Je moet wel oppassen dat het niet te ver omhoog gaat waaien. Maar verder vind ik deze heel erg leuk. Dat waren alle items die ik van Lovi heb gekregen. En met de code FLEUR20 krijg je 20% korting. En de kortingscode is geldig tot en met 30 juni. Dus dat is nog eventjes. Dus maak daar zeker gebruik van. Superleuk. Dan ga ik nu door met de dingetjes van Gooseberry. Want daar ga ik verder geen aanbeelden van doen. Want het is allemaal ondergoed en bikinis en dingetjes. Echt super mooie dingen. Echt onwijs blij mee. Ga ik verder niet laten zien, maar ik wil het wel eventjes gewoon op camera hier laten zien. En dat heb ik binnengekregen in deze zak. Zij doen eigenlijk altijd al een badpak en bikinis hierin verzenden. Echt super handig, want dan kan je dat ook weer meenemen op vakantie. Maar goed, zoals ik zei, ik heb wat ondergoed dingetjes gekregen en wat zwemkleding. Ik ga beginnen met het ondergoed. Allereerst een wit setje, heel erg mooi. Het topje is wel een beetje aan de kleine kant. Ik had beter een S'je kunnen nemen. Maar ja, het is wel gewoon heel erg mooi om te hebben. En dat is dit praletje. Echt onwijs mooi. En dan aan de achterkant heeft hij allemaal dunne touwtjes om hem mee vast te maken. Toen ik dit zag op de website kreeg ik er echt een soort van bruiloft vibes van. Echt zo'n, ja weet niet. Zo'n heel schattig wit setje. Misschien ook door de kleur natuurlijk. Maar die. En deze heb ik dus in een XS. En daar hoort dit broekje bij. Het broekje is ook wel echt heel erg mooi. Ook gewoon mooi om met een andere witte BH te dragen of zo. En dit broekje heb ik in een one size. Dus dat is allemaal één maat. Want je kan hem dus hier aan de zijkant kan je hem dus verstellen qua grootte en zo. Dus dat is die. Topje is dus wat een beetje aan de kleine kant. Maar ik heb dus ook echt een super mooie body gekregen. Dat is deze. En die heb ik wel in een S. En daarbij zitten de cups echt veel beter. Dus ik had eigenlijk van die witte ook gewoon een S moeten doen. Maar goed. Dit is de body. Bij je borst is hij dus helemaal van kant. Schijnt helemaal door. En dan bij je buik is het iets meer bedekt. En dit is hem aan de achterkant. Echt heel erg mooi. En deze heb ik dus in een maatje S in het zwarte kleurtje. Echt heel erg leuk. Dit vind ik ook bijvoorbeeld gewoon leuk als met uitgaan of zo. Dan met een broek en een blazer eroverheen. Zou ik wel iets van tepelplakkers erop doen. Zodat het niet helemaal niet helemaal zo heftig is. Maar ik vind het wel heel erg leuk altijd zo'n top onder een blazer. En dan gaan we door met een badpak en twee bikinis. Echt, die bikinis zijn zo mooi. Ik ga beginnen met het badpak. Dit is het badpak. Kijk. Het is een beetje hetzelfde model als wat ik van mijn eigen webshop verkoop.
Die gaat trouwens, als het goed is, aankomend weekend live. Dus dat zal ik wel eventjes in de beschrijving zetten, een linkje daarvan. En hou mijn Instagram daar ook voor in de gaten. Maar goed, het is een beetje hetzelfde model. En dit is een beetje de gele kleur. Althans, op de site leek het echt geel. Maar als ik er langer naar kijk, vind ik het meer goud worden of zo. Beetje ordinair, maar ook wel weer leuk. Dus dat is deze. En deze heb ik in een maatje S. En dan heb ik nog twee bikinis. Ik heb dus nog nooit bikinis gehad van Gooseberry. Maar ik ging ze passen en ze zaten echt heel erg mooi. Allereerst dit bordeauxrode kleurtje. En daar is dit het broekje van. De camera lijkt iets meer bruin, maar in het echt is het ja, iets meer bordeauxroes, denk ik. Ja, een beetje zo. Maar echt een super mooi kleurtje. Ook weer, ik zeg het echt de hele tijd, maar als je lekker bruin bent, vind ik dit echt heel erg mooi. Met die gouden details ook erop. En ook aan de achterkant heeft hij zo'n metalen plaatje met zijn logo, wat ik gewoon echt wel af vind maken. En hij heeft touwtjes aan de zijkant, zodat je hem gewoon lekker zelf kan strikken. En daarbij zit een triangeltopje. En ik weet het, ik vind bij mijn figuur triangeltopjes denk ik gewoon het mooiste. En dat is dit topje die erbij zit. Ook gewoon een heel simpel triangeltopje. Het zijn eigenlijk helemaal geen boeiende bikinis, maar ze zitten gewoon zo mooi. En hier aan de bovenkant heeft hij dus ook een ringetje. En dan heb je gewoon allemaal touwtjes naar de zijkant. Het topje heb ik in een XS. En het broekje heb ik in een one size ook weer. Broekjes doen een veel one size. Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Want ik vind het niet per se een one size, denk ik. Maar goed, het topje heb ik dus in een XS. En dat ziet er prima uit. Ik heb hem ook al gepast. En deze zit echt perfect. Echt helemaal blij mee. Die gaat ook lekker mee naar vakantie. En diezelfde bikini heb ik dus ook nog in deze mooie taupe kleur. Heb ook echt een hele mooie kleur. Ook weer precies hetzelfde broekje. Hier lijkt hij wat kleiner, maar je kan hem dus zeg maar uitschuiven. Of je kan hem helemaal naar elkaar toe schuiven. Het is hoe jij het zelf wilt dragen natuurlijk. Dus dat is dit broekje. En dan daarbij ook weer datzelfde topje. In dit taupe kleurtje. Ook echt een heel erg mooi kleurtje. Ik denk dat deze kleur ook bij heel veel mensen mooi zal staan. Dus hier ben ik echt heel, heel, heel erg blij mee. En dan gaan we als laatste door met de items van Naked. Dat zijn er ook echt een hele hoop. Ook een beetje met het zicht op het lekkere weer en op de vakantie. Dus veel zomerse items. Laten we snel beginnen. Allereerst echt een hele mooie top ook voor het uitgaan. Of met een mooie pantalon eronder voor uit eten. En dat is deze zwarte corset top. Ik weet niet, ik vind corset toppen gewoon echt super mooi. Het maakt je heel erg vrouwelijk of zo. Omdat je je borst er heel mooi in kan laten uitkomen. En dan zo je sleutelbenen. Beenderen, weet ik niet. Maar ik weet niet, ik vind corset tops gewoon echt heel erg mooi. En met deze ben ik ook echt heel erg blij. Deze heeft dus wel aan de zijkant zeg maar zo'n rits die dan maar tot de helft gaat. Dus dat je dan een beetje, ja, een beetje benauwd kan krijgen tijdens het aantrekken. Maar deze heeft dus aan de achterkant weer elastiek. Dus dat rekt wel weer lekker mee eigenlijk. Deze maat zit echt top. Ik heb hem in een maatje 34. Ze hebben hem ook nog in het wit en in het roze, maar die waren uitverkocht. Maar ik hoop echt dat ik de volgende keer die witte ook kan bemachtigen. Want echt heel erg chill topje zit. Deze vind ik echt heel erg mooi zitten. Die corset op van Naked. Ook aan de achterkant met dat elastiek. Sluit hij gewoon mooi aan. En hier ook. Ja, heel erg blij mee met deze. Dan heb ik echt best wel wat dingetjes voor het strand. Maar dat vind ik wel heel erg leuk eigenlijk. Leuke jurkjes. Allereerst deze blauwe. Ik vind blauw op vakantie echt, nou blauw is sowieso een van mijn lievelingskleuren. Maar op vakantie vind ik blauw gewoon echt super mooi. En ook in combinatie met dit groene. Verder is het gewoon een heel simpel strak jurkje. Je knoopt hem dan zo in je nek. Dan heb je zo'n triangeltopje. En verder zit hij gewoon helemaal nauw aansluitend naar beneden. Deze heb ik in een 34. Zit echt heel erg lekker ook. Echt lekker stofje. Niet te dik, maar wel mooi genoeg, zeg maar, dat het niet zo snel gaat lubberen en zo op vakantie. Dus heel erg blij mee. Dat is die. Dit jurkje vind ik ook heel erg leuk. Ik vind het ook leuk dat hij in je nek dan, zeg maar, verder gewoon open is. En dat hij dus met zo'n halter naar je nek toe loopt. En ik vind die kleurtjes ook gewoon vooral echt heel erg leuk. Dan heb ik iets in het roze. En ik moet zeggen dat ik deze een beetje lastig vind met aantrekken. Omdat je moet hem dus op je rug moet je hem helemaal strikken. Alleen dat lukt me gewoon niet. Maar het is wel echt een heel erg lekker leuk vrolijk kleurtje. Een gehaakt jurkje is het lekker voor over je bikini heen. En dus aan de achterkant is het dus helemaal open bij je rug. En moet je hem dus strikken. Ja, mij lukt het dus niet heel goed. Dus ik hoop dat jullie het een beetje in de aanbeelden goed kunnen zien. En een beetje een idee ervan krijgen. Maar ik vind deze wel echt heel erg leuk. Ik vind vooral dat kleurtje ook echt mooi.
En deze heb ik in een maat XS. Dan die roze jurk. Hier heb ik ook weer eventjes mijn ondergoed onder aangehouden. Maar ik vind het dus zo lastig met die rug. Hoe je hem nou veel strakker kan krijgen in je eentje. Zou ik ook even doen als dagmarkeertje thuis is. Maar ik vind deze wel heel erg leuk. Dit kleurtje, lekker voor op vakantie. Dan heb ik nog een strandjurkje. En Biba heeft deze volgens mij in het paars. Maar ik zag dat ze hem ook in het zwart hadden. Dat vond ik wel heel erg leuk voor over een zwarte bikini heen of zo. Deze heb ik in een maatje XS. En is dus ook helemaal zo'n gehaakt jurkje die je zo in je nek kan knopen. Maar deze kan je dus ook nog zo schuin knopen in je nek als je dat zou willen. Verder schijnt hij lekker door zoals je kunt zien. Dus wel echt iets voor op het strand. Maar leuk voor op het strand met een leuk hoed erbij. Rieten strandtas. Ik zag het helemaal voor me. Dus dat is deze. Dan dit zwart jurkje. Ik heb er eventjes gewoon mijn ondergoed onder aangehouden. Omdat het natuurlijk anders heel goed doorschijnt. Maar deze vind ik ook wel echt heel erg leuk. Lekker voor het strand. Hij is wel heel kort. Maar op zich, als je naar het strand gaat, maakt dat niet heel erg veel uit. Dan heb ik mijn lievelingsshortje van Naked weer uitgekozen. Vorig jaar heb ik deze dus ontdekt op de website. En echt mijn lievelingsshortje. Hij heeft dus ook aan de onderkant van die zakken die een beetje uitsteken. Voor een beetje een speels effect. Ik vind de kleur mooi. Ik vind het gewoon mooi hoe die zit. Ik vind het leuk dat hij zo'n randje heeft aan de onderkant. Alleen ik heb hem dus in de maatje 36 uitgekozen. Omdat ik die dus al had ook. Ik dacht, heb ik eventjes een nieuwe. Even een schone voor dit jaar. Alleen hij is wel echt te groot eigenlijk. Ik had beter een maatje 34 kunnen bestellen. Maar Keir heeft deze dus ook. Dus ik denk dat ik die gewoon aan haar ga geven. Dan heeft zij een extra broekje. Want ik weet dat zij wel volgens mij van deze 36 heeft. Dus dan geef ik die gewoon lekker aan haar. En dan bestel ik volgende keer gewoon een nieuwe 34. Want dit is echt een aanrader, dit broekje. Dit is denk ik echt mijn favoriet van heel de website. Dit zou ik echt ieder jaar opnieuw kunnen kopen. Dus dat is deze. Dit is het spijkershortje. Maar zoals je ziet is die echt best wel te groot. Ik had echt beter een 34 kunnen nemen. Maar verder vind ik het wel echt een heel erg leuk broekje. En ook aan de onderkant dat die zakken dus soms zo uitsteken. Niet altijd. Maar kijk zo. Vind ik ook echt heel erg leuk. Maar goed, deze ga ik aan Keir geven. Want die past hem denk ik wel. Dan heb ik echt een heel erg leuk party topje. Veel mensen kunnen dit misschien heftig vinden. Omdat het echt, ja, het is gewoon een soort bralet natuurlijk. Maar ik vind dit dus wel echt heel erg gaaf voor een festival. Of bijvoorbeeld uitgaan op Ibiza of zo. Want we gaan dus deze zomer gaan met die meiden op vakantie naar Ibiza. Maar dat is midden augustus. Dus dan is het gewoon bloedheet. Ook met uitgaan. Dus dan wil je het liefst eigenlijk zo weinig mogelijk aan. En dan is dit wel heel erg leuk. Ik heb deze in een 34. En deze zit ook echt perfect. En aan de achterkant sluit hij gewoon met echte BH-beugels, zeg maar. Van die BH-bandjes. Dus dat is deze. Dan deze top. Hier ben ik echt super blij mee. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik snap dat er mensen zijn die dit misschien heftig vinden. Maar ik vind het echt heel erg leuk. Dan heb ik een rok voor over je bikini heen. Dat is deze witte. Helemaal gehaakt. Ik moet zeggen, ik weet niet echt wat ik ervan vind. Ik heb hem nog niet ook aangehad. Maar als ik hem zo zie, denk ik echt zo'n Moeder Maria rok. Maar ik denk dat dit ook wel weer heel erg gaaf en leuk kan zijn. Ik heb dus in een XS. En aan de zijkant heb je ook een rit zitten waar je hem helemaal open en dicht mee kan doen. Dus dat is deze. Nou, deze rok is het echt niet. Hij zit dus hier bij mijn heupen echt super strak. En hier zit hij heel erg los. Ik weet niet of je het kan zien, maar mijn vet komt er doorheen zetten. Dus dit is echt, nee, dit is het me niet. Dan had ik voor het uitgaan echt nog wat extra topjes nodig. Dus toen zag ik deze op de website. En ik vond die wel heel erg schattig. Dit is hier aan de voorkant is die dus ook helemaal open. Zul je het zo meteen wel zien in de aanbeelden. Ik weet niet, ik zag deze en ik dacht, ja, vind ik wel leuk voor het uitgaan. Deze heb ik in een maatje 34. En dan hadden ze ook nog een beetje in beige en in het wit volgens mij. Maar dan kreeg ik weer een beetje, ja, vond ik het iets meer op nachtkleding lijken. Bij zwart vond ik dat wat minder. Dus die. Dit topje kan misschien een beetje heftig zijn. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ergens vind ik het wel een beetje op een soort slaaptopje lijken. Maar met een mooi rokje eronder. Zo die weer wat hoger komt. Dan is het iets minder bloot. Dat is wel heel erg schattig. Dan had ik ook een zwarte bikini uitgekozen. Ik weet alleen eventjes niet waar het broekje is. Maar het was gewoon een heel simpel zwart bikini broekje. En een heel simpel zwart bikini topje ook. Maar ik weet niet, ik heb niet echt een triangel topje in het zwart. Heel simpel. Dus ik dacht, weet je, het is altijd wel handig. Ook leuk onder dat jurkje wat ik daar straks liet zien. Dus ik dacht, die kies ik gewoon uit. Gewoon een heel simpel zwart triangel topje. En daar zit ook dat broekje bij. Geen idee alleen waar die is.
Deze heb ik in een XS. En als allerlaatste heb ik deze eigenlijk een beetje wat meer verdachtbaar uitgekozen. Ik vond hem ook zelf wel heel erg gaaf. Maar als ik het aan heb, denk ik van nee, dit is toch niet echt helemaal mijn ding. En dit is wel echt dachtbaar ding. Het is een hele, hele lange jurk. Met een panterprintje. Zoals je kunt zien, dagboer is echt gek op panterprint en op lange jurken. Dus ik vond deze wel heel erg leuk om uit te zoeken. Dus heb ik in een combinatiemaat 2XSS. En ja, ik weet niet. Ik vond hem wel leuk. Misschien als hij zwart was geweest, dat het wat meer wat voor mij was geweest. Ja, ik weet niet. Ik had het aan en dacht, ja, ik vind het heel leuk. Maar ik ga het waarschijnlijk niet dragen. Maar ja, ik maak dacht maar er wel heel erg blij mee. Dus dat is die. En de hele lange panterjurk. Ja, ik weet het. Het is gewoon niet echt mijn ding. Maar ik vind het wel een mooie jurk op zich. Hij is echt super lang. Helemaal tot de grond. Maar wel echt iets voor dag. Maar ik denk dat zij hier echt heel erg blij mee gaat zijn. En ook voor Naked heb ik nog een kortingscode voor jullie. Maar met de code 20FLEUR. Dus precies omgedraaid van het van Lovies. Krijg je 20% korting op je aankoop. Ook geldig op sale items. Linkjes van alles zal ik even in de beschrijving zetten. Ik zal de kortingscode ook nog een keer in de beschrijving zetten. Ik hoop dat jullie dit een beetje een leuke shoplog vonden. Ik wilde eigenlijk ook heel erg graag een Zara sale shoplog maken. Maar het valt echt heel erg mee wat ik heb gekocht. Ik heb denk ik maar 2 dingetjes gekocht. Dus ja, dat is misschien niet zo leuk. Kan ik misschien beter in de weekvlog laten zien. Maar hierna komen dus de 2 Sakintos vlogs online. Dus ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vinden. Vond je nou een leuke video? Vergeet dan geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal en me te volgen op Instagram zou ik echt super leuk vinden. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!